Kevin Lucas, eerste basisplaats en dan na 5 minuten scoren. Dat heet een droomdebuut, toch? Ja, droomdebuut. Heerlijk gevoel natuurlijk. Gelijk eerste basisplaats. Lang op gewacht, maar heerlijk met een doelpunt. En we gaan een ronde verder, dus ja. Ja, je scoort al na 5 minuten. Het was een goede aanval over de linkerkant. Een goede aanval. Volgens mij liggen Vossenbelt hem goed terug. En ik dacht niet nadenken, gelijk erin knallen. En het ging er mooi. Ja, dat moet dan ook een boost zijn voor je zelfvertrouwen. Zeker, zeker. Als spits wil je altijd scoren. En als je scoort voel je gelijk ietsje vrij. Dus ja, was gelijk een lekker gevoel. Kom je lekker wedstrijd in. Ja, want als we naar de wedstrijd kijken, de eerste helft, zijn jullie aanvallend nog wel redelijk wat kansjes. Maar de tweede helft heb je het lastiger, hè, om wat te creëren. Ja, tweede helft, ja. Hoe zou ik het zeggen? Verslappen. Eerste helft ging het heel erg goed, hadden ze niks te zeggen. Ja, tweede helft verslappen ietsje. En dan krijg je hun toch het gevoel dat er iets valt te halen. Terwijl ze speelden helemaal niet zo goed en waren van de baas. Ja, want ondanks dat jullie wat wisselingen in de elftal hadden, jij kwam er onder andere in, leek het de eerste half uur leek het toch vrij aardig? Nou, ik vind wel dat we goed op elkaar zijn gespeeld, zeg maar. En dat je niet echt een verschil hoort te zien als er iemand anders uitgaat of iemand anders komt erin, zeg maar. Ja, de tweede helft gaan ze wel wat meer drukken, maar ja, dat jullie nou echt in de problemen zijn gekomen? Ze maakten het spannend, maar ik zelf kreeg niet het gevoel dat er een doelpunt, tegendoelpunt zou vallen. Nou, je werd zelf na ongeveer 70 minuten gewisseld. Had je kramp? Nee, mijn eerste basisplek, vermoeidheid zat er wel in, maar het wordt steeds beter. Dus op naar de 90 minuten. Ja, want hoe bevalt het tot dusver in Almere? Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin, zeg maar. Een leuke groep. Iedereen gaat goed met elkaar om. En ja, ik vind het gewoon een heerlijke sfeer. En lekker weer thuis bij de familie, het voelt lekker. En dan winnen en een doelpunt maken is helemaal lekker? Zeker, zeker. En een ronde verder. Dat is toch het belangrijkste natuurlijk. Dus ja.